Goedenavond allemaal. Welkom op de eerste Calliffe Academy van 2015, de webinarversie daarvan. Het thema vanavond is drinkwaterbeveiliging. Voor diegenen die vroeger bij ons al webinars hebben gevolgd, u zal merken dat het dit keer op een iets andere manier is. Niet meer via de webcam, dat het programma ook een beetje veranderd is, maar een iets of wat andere aanpak deze keer. Nu, kort nog eventjes een paar woordjes uitleg over Calliffe zelf. Calliffe is als bedrijf gestart in 1961. Wij zijn een Italiaans bedrijf met headquarters en al onze productiesites, vier in het totaal, in het noorden van Italië, in de regio van Piemonte. Wereldwijd hebben wij 16 filialen. En daar waar wij vroeger vooral gekend waren als fabrikant voor componenten, iedereen kent trouwens onze automatische ontluchters en onze veiligheidsklepjes, zijn we nu meer en meer naar het evolueren naar een fabrikant van systemen en van totaaloplossingen. Niet alleen in verwarming en hernieuwbare energie, want daar kennen de meeste mensen ons wel van, zeker in de Belgische markt, maar ook meer en meer in het watertechnologie. En specifiek op dat thema gaan we vanavond een beetje dieper in. Toch wil ik jullie graag nog eventjes aandacht vestigen op iets wat nieuw is bij ons op de Calliffe website. Als je daar inderdaad, dit is het startscherm van de internationale website in het Engels. Als je inderdaad daar naartoe gaat onder het hoofdstukje Products, het vakje Products, dan kan je daar kiezen voor Schematics. Hier eventjes duwen op de knop Go to Application. En dan krijg je daar 42 verschillende schema's van installaties voor verwarming, hybride installaties, hernieuwbare energie, inregelschema's, maar ook schema's voor drinkwaterbeveiliging, waarvoor dat je door heel simpel op het programma te klikken, dat je daar kan vinden. De link naar de website waar dat je alle mogelijke documentatie van deze producten kan vinden. Je vindt daar ook de link naar de technische brochures, de link naar de manuals, de handleidingen. Hier zie je dan de link naar het schema. Je kan daar ook op terugvinden alle verschillende aansluitingen die dat er zijn. En je kan ook de lastenboekomschrijving en de overige kenmerken daarvan terugvinden. Deze schema's die gaan vrij binnenkort ook beschikbaar zijn in het Nederlands via de calliffe.be website. Toen wij eind 2014 beslisten om een Calliffe Academy gaan in te richten of gaan te organiseren voor drinkwaterbeveiliging, toen kwamen ze nogal eens een keer de opmerking van wauw, drinkwaterbeveiliging, daar hebben wij toch geen problemen mee. De clichés kwamen al dadelijk naar boven. De clichés van Legionella, daar kom ik nooit mee in aanraking. Leidingwater, daar heb ik nooit problemen mee. Er worden toch geen controles uitgevoerd door de watermaatschappijen. Waterslag, wat is dat? Dat kan toch niet zo erg zijn? Daar kan ik toch geen problemen mee krijgen? Helaas gaan we u aantonen in de volgende slides dat dit wel effectief problemen zijn in België. Ook in België. Maar kort eventjes een aantal cijfertjes over datgene wat wat er aan water geproduceerd wordt in België. De cijfertjes zijn afkomstig van Belgaqua en dateren nog van 2012. Dus wat je ziet, dat is dat ongeveer van al het drinkwater in België, dat er ongeveer een 36-37% dat afkomstig is van oppervlaktewater, dat gezuiverd wordt. En dat 63-64% van het drinkwater in België afkomstig is van grondwater. In totaal worden er zo jaarlijks ongeveer 710 miljoen kubieke meter aan drinkwater geproduceerd en dus ook verbruikt. Jammer genoeg, van die 710 miljoen kan er maar 565 miljoen effectief ook aangerekend worden. Wat dat wil zeggen, dat ongeveer toch wel meer dan een miljoen
kubieke meter water per jaar gewoon verloren gaan. Ofwel een 20% van het totaal geproduceerde volume. Om u een idee te geven, het jaarlijks verbruik per dag, per persoon, voor huishoudelijke toepassingen, ligt in België aan voor een 98 liter per persoon per dag. In België hebben we ook in totaal een 56 verschillende bedrijven die drinkwater bezorgen aan particuliere en industriële klanten. En het totale waterleidingnet in België is ongeveer een 106.000 kilometer. Goed. Drinkwatermaatschappijen, tot waar loopt hun verantwoordelijkheid? Wat is de verantwoordelijkheid van de installateur, van de ontwerper, van de eigenaar van het gebouw waar het drinkwaterinstallatie geplaatst wordt? Ook daar zijn afspraken rond gemaakt. In eerste plaats, de drinkwatermaatschappijen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van het drinkwater. En dit te gemeten op het meest gebruikte tappunt binnen de binnenhuisinstallatie. Dus dat is hun verantwoordelijkheid. Zorgen dat daar de juiste ingrediënten in zitten. Zorgen dat er van sommige producten niet te veel in zitten. Denken we bijvoorbeeld maar aan lood. Daarnaast hebben de Vlaamse drinkwatermaatschappijen ook de opdracht om adviserend gaan op te treden op het moment dat er afwijkingen worden vastgesteld in de binneninstallaties. Adviserend optreden, dit wil dus niet zeggen dat zij corrigerend gaan optreden, dat zij de aanpassingen gaan doen in de installatie. In het geval dat zij inbreuken vaststellen, en als zij vaststellen dat er te veel inbreuken zijn, dan kunnen zij de volledige binneninstallatie verplicht komen keuren. Dat is ook hun bevoegdheid. Daarnaast voor die binneninstallatie, dat is eigenlijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verschillende partijen. Je hebt daar aan de ene kant de ontwerper, het studiebureau, de ingenieur, de architect, die dat ervoor moet zorgen dat de drinkwaterinstallatie zo optimaal mogelijk geconcipieerd wordt, samengesteld wordt. Je hebt daar de installateur die ervoor moet zorgen dat die in drinkwaterinstallatie op een correcte manier geplaatst wordt en ook op een correcte manier in dienst genomen wordt. De eigenaar, hij is verantwoordelijk voor de drinkwaterkwaliteit binnen zijn eigen binneninstallatie. En de producenten die zijn verantwoordelijk ervoor dat er inderdaad de nodige keuringen op de materialen gebeurd zijn, dat er ook water van de juiste kwaliteit wordt aangeleverd aan de binneninstallatie. Natuurlijk, als we gaan kijken naar drinkwaterbeveiligingen, dan zijn daar een aantal zaken die daar een rol in spelen. Dan zijn er een aantal dingen die moeten zorgen voor de veiligheid van uw installatie, om ervoor te zorgen, bijvoorbeeld, dat er niet te veel druk en dergelijke zaken, dat er niet te veel is in uw installatie. Er zijn ook een aantal normen en wetten naar gezondheid, naar de gezondheid van de gebruikers naartoe. Denken we daar bijvoorbeeld aan drinkwaterbesmettingen, bepaalde bacteriën hierin kunnen zitten, maar ook naar Legionella bacterie die in het water kan zitten. Maar er is nog een derde aspectje waar nog eens een keer niet naar gekeken wordt of niet direct dadelijk aan gedacht wordt. En dat heeft te maken met de levensduur van uw installatie. Want door bepaalde fenomenen, denken we bijvoorbeeld aan waterslag, door bepaalde fenomenen die dat kunnen optreden in uw installatie, kan de levensduur van uw installatie, die normaal gezien is voor een 20, 25 jaar, kan die wel gereduceerd worden tot 1, 2 jaar. Ook dat heeft te maken met beveiliging. Nu, daarstraks heb ik eventjes aangehaald van, ja goed, grote problemen met drinkwaterkwaliteit, met de gezondheid, die zijn er niet. Om u van het tegendeel te overtuigen, hebben we hier twee toch vrij recente voorbeeldjes aangehaald
of teruggevonden van dingen die dat er gebeurd zijn. Namelijk in eentje in Hemiksem, in het gebied van de drinkwatermaatschappij Pitpa. Waar dat er door tijdens een brand in een textielbedrijf, door terugpersing eigenlijk van het bluswater, dat was tijdens een brand, dus er werd bluswater aangezogen vanuit een nabijliggende rivier en door een verkeerde beveiliging op de installatie is er dus eigenlijk bluswater uit het kanaal in het drinkwaternet van in eerste instantie de fabriek, maar later ook in de rest van de wijk die dat daar vlakbij lag, bij dat bedrijf, is daar dus ook vervuild kanaalwater eigenlijk binnen geduwd. 11 dagen heeft men daar de drinkwaterleiding moeten afsluiten en hebben die mensen moeten leven op waterzakjes die dat aangeleverd werden door de civiele bescherming. Een gelijkaardig geval in Gent, in oktober 2005, waar een cementbedrijf ook een beetje een loopje had genomen met de beveiligingen zoals dat ze voorgeschreven staan in of voorgeschreven worden door Belgaqua, die dat kanaalwater, dat was een cementbedrijf, die dat dus kanaalwater aanzoog en dat gebruikte voor zijn productieproces, maar tegelijkertijd ook leidingwater gebruikte en de twee niet op een deftige manier had gescheiden, zodanig dat er kanaalwater in het drinkwater, in de drinkwaterleiding werd geperst. Ook daar hebben een aantal gezinnen toch een aantal dagen weer zonder drinkwater gezeten en hebben zij moeten overleven op drinkwaterzakjes die hen aangeleverd werden door de civiele bescherming. Nog een voorbeeldje van Legionella-besmetting deze keer in de topsporthal Blaarmeersen. Iedereen kent de topsporthal in Gent. Daar zijn in augustus 2014 is daar in de douche-installatie van de kleedkamers is daar dus Legionella ontdekt. Men heeft daar van alles en nog wat moeten doen en alle douches die zijn pas terug vanaf januari 2015, dus nog niet zo lang geleden, zijn die eigenlijk allemaal weer terug operationeel en kunnen al die topsporters van Vlaanderen en van België, kunnen die dus weer op een veilige manier een douche nemen daar. En om maar te zeggen, bijvoorbeeld naar levensduur van uw installatie, om maar enkele foto's om aan te tonen dat ook waterslag wel degelijk een grote invloed kan hebben op het goed werken van uw installatie. Kijk maar eventjes hier naar de verschillende lekken die dat er veroorzaakt kunnen worden door waterslag. Goed, naar drinkwaterbeveiliging, daar zijn ook een aantal normen die daar moeten gerespecteerd worden. En in de eerste in plaats zijn dat een aantal Europese normen, namelijk de EN806 en de EN1717. EN806 is eigenlijk eerder een algemene norm die dat slaat op drinkwaterinstallaties in gebouwen en die geeft daar aan onder meer ook hoe dat een installatie moet ontworpen worden, hoe dat men die moet gaan dimensioneren. Daar staat bijvoorbeeld in beschreven van hoe dat welke verbruiken, welke debieten dat je moet aanrekenen per verschillend tappunt, wat je moet aanrekenen voor een lavabokraan, wat je moet aanrekenen voor een keukenkraan. Daar staat ook onder meer in welke snelheden dat het water mag hebben in de ladingen, hoe dat je moet gaan dimensioneren. Gelijktijdigheidscoëfficiënten kan je daarin terugvinden, maar ook hoe dat je moet gaan installeren en ook naar onderhoud en bedrijfsvoering kan je daar een aantal normen terugvinden. Een groot deel van deze normen die zijn voor Vlaanderen vertaald naar de BBT. BBT, wat dat we later in de presentatie ook verder gaan uitleggen. EN1717, dat heeft eerder te maken, dat is ook een Europese norm, maar die is eerder voor de bescherming tegen verontreinigingen van de drinkwaterinstallaties. Hier kan je terugvinden
Bijvoorbeeld van welk type beveiliging, welk type terugstroombeveiliger, terugslagklep je moet gaan plaatsen in welk soort van installatie. Dat staat hem dus beschreven in de EN1717. Nu, die EN1717, voor België, of voor België is die vertaald door de mensen van Belgaqua naar het repertorium. Het repertorium, hier zie je daar het voorbeeldje van 2014. In dat repertorium kan je een aantal gegevens terugvinden. Welk soort van installaties dat je kan hebben, de soorten beveiligingen die dat je daarin moet gaan toepassen, welk soort beveiliging voor welke vloeistofcategorie. Je kan er ook in terugvinden van welke producten dat effectief goedgekeurd zijn door Belgaqua om gebruikt te worden in drinkwaterinstallatie. Een aantal toepassingen, we gaan daar zo dadelijk ook verder op in. Maar ook industriële toepassingen, ook dat kan je daar allemaal terugvinden. Kan ook gewoon gedownload worden via www.belgaqua.be. Nu, elke drinkwaterinstallatie dient verplicht gekeurd te worden. Deze keuring die is noodzakelijk voor nieuwbouwinstallaties, daar waar je zit met renovaties van installaties, uitbreiding van een gekeurde installatie. Dus als uw installatie al gekeurd is en je gaat ze verder uitbreiden, ook dan heb je weer terug een verplichte keuring nodig. En voor alle renovaties waar dat je een nieuwe bouwvergunning voor nodig hebt, daar ook ben je verplicht om een keuring van je binneninstallatie te laten doen. Deze wet die geldt trouwens al van juli 2014. Naast het repertorium van Belgaqua heb je dus ook de best beschikbare techniek. Dit is een studie die dat gemaakt is door de mensen van WTCB samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Er zijn ook een aantal watermaatschappijen mee betrokken en grote aanzetter hiervoor is het Vito in Vlaanderen. Zij hebben een best beschikbare techniek opgesteld voor legionella-preventie. Deze BBT is voor een groot gedeel in Vlaanderen wordt beschouwd als de norm waarnaar gewerkt moet worden. En die BBT bestaat uit 5 verschillende hoofdstukjes, waarbij hier het derde hoofdstukje, beschikbare risicobeperkende technieken, hetgene is wat we verder op in de presentatie gaan verder op ingaan. Hier, in deze BBT, daar vind je voor een groot deel ook in terug wat dat er beschreven is in de Europese norm EN806. Binnen die BBT is dan nog eens een keer een opsplitsing gemaakt voor legionella-preventie in hoogrisico-inrichtingen. Hoogrisico-inrichtingen, dat zijn instituten die erop gericht zijn de behandeling, de verzorging, de huisvesting van gevoelige personen. Wat verstaat men onder gevoelige personen? Bejaarden, zieken, hele kleine kinderen. Vandaar dat rusthuizen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, dat die vallen onder de wetgeving hoogrisico-inrichting. Daarnaast is er nog een tweede categorie, dat zijn de matig risico-inrichtingen. Dat zijn gebouwen die publiek toegankelijk zijn, die dat een collectieve water, waar een waterinstallatie hebben en waar elke dag meer dan 15 personen de mogelijkheid hebben om in contact te komen met drinkwater. We praten hierbij over sportclubs, hotels, zwembaden en ook fabrieken waar de werknemers een douche kunnen nemen. Goed, gaan we even verder in op de EN1717 en de vertaling naar de Belgische normen, het repertorium. Binnen het repertorium maakt men eigenlijk een onderscheid tussen 2 verschillende soorten verontreinigingen.
1. Verontreinigingen die dat gebeuren op het drinkwaterinstallatie, op het openbaar leidingnet zelf of in de drinkwaterinstallatie. En ten tweede, verontreinigingen die dat veroorzaakt worden vanuit toestellen die dat aangesloten zijn op het drinkwater of op de warmwaterinstallatie, de binneninstallatie in de woningen bij de verbruikers zelf. Er zijn twee soorten verontreinigingen, twee soorten contactsituaties, zoals men dat zo mooi in het repertorium noemt. Dat is ten eerste een zuigkruisverbinding, daar waar je eigenlijk water terug vanuit je drinkwatersysteem terug in het drink of in het openbare leidingnet gaat terughevelen, waar dat dus eigenlijk aangezogen wordt. En je hebt perskruisverbindingen, daar waar dat je terug door een hogere druk in je drinkwaterinstallatie water uit de drinkwaterinstallatie terug het openbare net in gaat persen. Hier zien we zo bijvoorbeeld een voorbeeldje van een zuigkraasverbinding of van terughevening. Hier het mooie voorbeeld waarbij dat er een onderdruk ontstaat in het drinkwaternet. Hier bijvoorbeeld door een grote lek of en waarbij dat er dan eigenlijk water uit de badkuip zou aangezogen worden en dan zo terug het drinkwaternet wordt ingeperst. Hier identiek hetzelfde, waardoor dat er door een grote drukval hier in het drinkwaternet water uit de drinkbak terug de installatie wordt ingeperst, is eveneens een mogelijkheid als je niet de juiste beveiliging daarvoor ziet. Terugpersing, een heel andere situatie, dat is daar waar dat je bijvoorbeeld in je huishoudelijke installatie een hogere druk krijgt dan in het openbare leidingnet. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren hier in een cv-installatie, als de druk hier voldoende hoog is en men voorziet niet de juiste beveiliging, dat het water, het cv-water, gewoon terug het drinkwaternet wordt ingedrukt. Andere mogelijke toepassingen zijn hier bijvoorbeeld, denken we aan drukverhogingsgroepen, dat soort van toepassingen. Een typisch voorbeeld van terugpersing. Binnen het repertorium, binnen de EN1717, wordt er ook een opsplitsing gemaakt van de vloeistof in verschillende klasses. Vloeistofklasse 1 is eigenlijk water bestemd voor menselijke consumptie, rechtstreeks gebruikbaar voor menselijke consumptie. Met andere woorden, dit is gewoon drinkwater dat uit de kraan komt. Koud drinkwater dat uit de kraan komt. Vloeistofklasse 2, dat is drinkwater, vloeistof voor de menselijke gezondheid, maar dat is eigenlijk drinkwater, maar dit drinkwater is behandeld qua smaak, geur, kleur of temperatuur. Men heeft dat verwarmd, men heeft dat gekoeld, maar het water houdt nog altijd geen enkele risico in voor de menselijke gezondheid. We denken hier bijvoorbeeld aan warm water, we denken hier bijvoorbeeld aan gekoeld water in drinkfonteintjes, dat soort van toepassing. Vloeistofklasse 3, dat zijn vloeistoffen met additieven daarin die dat toch wel een gering gevaar inhouden voor de menselijke gezondheid, omdat er een aantal schadelijke stoffen in zitten. Maar deze schadelijke stoffen zijn niet voldoende of niet voldoende zwaar geconcentreerd, zodanig dat je daar echt ziek van gaat worden. We denken daar bijvoorbeeld aan bepaalde soorten van additieven die gebruikt worden in verwarmingsinstallaties. Vloeistofklasse 4, dat zijn dan vloeistoffen die wel degelijk, ook chemische stoffen, die wel degelijk een bepaald risico inhouden voor de menselijke gezondheid, omdat zij toxisch of zeer toxisch zijn. Dat zij kankerverwekkende stoffen bevatten. Dus dit zijn soorten producten, zoals bijvoorbeeld glycol in een voldoende hoge installatie,
in CV-installaties, in voldoende hoge concentratie in CV-installaties, die behoren bijvoorbeeld tot de vloeistofklasse 4. En dan de vloeistofklasse 5 zijn producten die dat macrobiologische of virale elementen bevatten, met andere woorden die bacteriën of virussen bevatten, die problemen kunnen zorgen voor de menselijke gezondheid. Het grote verschil tussen 4 en 5 is dat 4, dat zit er in een bepaalde concentratie in en die concentratie zal nooit toenemen, terwijl vloeistofklasse 5, bacteriën, virussen, als die de juiste omstandigheden hebben, zullen zij groeien, zullen zij vermenigvuldigen en zal de concentratie alleen maar hoger worden en dus het gevaar voor de menselijke gezondheid ook alleen maar hoger worden. Vandaar een onderscheid tussen virussen, bacteriën en toxische, heel toxische en kankerverwekkende stoffen. Hierboven, daarom om te zien welke beveiliging je moet gaan toepassen in welke omstandigheid, kan je in het repertorium dit rooster terugvinden, waarbij dat je hier terug opnieuw de 5 vloeistofklasses kan terugvinden en hier alle mogelijke beveiligingen die er beschikbaar zijn op de markt. En dan geeft men hier in het rooster aan of dat deze beveiliging geschikt is voor of voor welke klasses dat ze geschikt zijn. Daarbij moeten we er ook rekening mee houden dat een zwart bolletje betekent geschikt ter bescherming tegen terugpersing en terugheveling. Het witte bolletje, dat slaagt op beschermd, maar enkel in geval van terugheveling. En dat het sterretje, dat betekent deze beveiliging is hier niet van toepassing. En dan zien we bijvoorbeeld dat voor vloeistofklasse 1 tot en met 5, dat deze 2, en hier dan ook nog de derde, de AD-bescherming, dat de enige soorten beveiligingen zijn die dat toegelaten zijn voor alle mogelijke vloeistoffen. Hier vind je bijvoorbeeld ook dat een BA-terugstroombeveiliger enkel geschikt is voor vloeistofklassen van klasse 1, 2, 3 of 4. Maar bijvoorbeeld niet voor de klasse 5. CA daarentegen enkel voor 1, 2 en 3. En zo verder. We gaan eventjes kort met een aantal voorbeelden ook overlopen wat het die verschillende beveiligingen allemaal zijn. AA, geschikt voor alle mogelijke vloeistofcategorieën. Een breektank. Gewoon een vat met daar van boven de vrije uitloop en die uitloop die blijft boven de rand. Voorbeeldje hiervan, dit soort van installaties. Niet ronde overloop, ook geschikt voor alle mogelijke vloeistofklasses, het symbooltje hiervoor, dus ook weer terug opnieuw een vrije overloop. Water kan niet hoger komen dan dit, maar de overloop zit dus wel in de bak zelf. Dus hier zie je daar zo'n voorbeeldje van, met daar de vulling en daar de overloop. Dus de vulling zit altijd een eindje boven de overloop. AC, vrije uitloop met beluchte, ondergedompelde voeding. Geschikt voor vloeistofklasses 2 en 3. Meest gekende voorbeeld daarvan, de spoelreservoir, de jachtbak van ons palet. BA, de controleerbare terugstroombeveiliger, geschikt voor vloeistofklasse 1 tot en met 4. Op. Het symbooltje hiervoor. Merk ook op dat een terugstroombeveiliger, wat hier BA, dus wat hier het symbooltje is, dat die altijd moet gecombineerd worden met een afslaatkraan ervoor, een mechanische filter ervoor, dan de BA terugstroombeveiliger en dan terug opnieuw een afslaatkraan. Deze producten bestaan binnen het Caleffi-gamma. Hier heb je een volledig overzicht van al datgene wat er beschikbaar is bij Caleffi, Belgaqua, Kiwa gekeurd, gaande van halve duim tot en met DN100.
Hoe werkt dit toestel? Hier eventjes een doorsnede. Je ziet dat het water komt van beneden strooms. Duwt hier de eerste keerklep die dat hij tegenkomt, duwt hij open. Daardoor krijg je natuurlijk een bepaald drukverlies. Dus het waterdruk hier in dit lichaam is lager dan de waterdruk daar. Dan duwt hij nog eens een tweede keer tegen de tweede terugslagklep die zich daar bevindt. En dan stroomt het water verder richting de tappunten. Je ziet ook hier nog een derde klep zitten, een spoelklep. Waterdruk van de drinkwaterinstallatiekant, kan via deze hierboven, drukt die op het membraampje, op de klep. Waterdruk is hier in deze zone lager dan hier in deze zone, waardoor dat die klep constant naar beneden gedrukt wordt en er dus geen spuien van of weglopen van water plaatsvindt. Dit is de normale werking van een BA-terugstroombeveiliger. Op het moment dat de kraan hier gesloten wordt, dan zal de waterdruk hier gaan toenemen, waardoor dat de tweede terugslagklep dichtgeduwd wordt. De ruimte hier op de originele iets lagere druk dan hier blijft zitten. En hier ook deze spoelklep, omwille van de werking hier, gewoon dicht blijft. Stel nu dat op een bepaald moment mijn druk hier in deze zone, daar waar dat mijn kranen zijn, dat die omwille van een of andere reden begint te stijgen. Door een foutje in de installatie, door een slechte beveiliging van warmwaterapparaten. Wat gaat er dan op dat ogenblik gebeuren? De waterdruk hier gaat stijgen. Als deze klep volledig afdicht, gebeurt er niks. Dan is het alsof er geen waterafname is. Stel nu dat deze klep toch niet helemaal gaat afdichten, dan krijg je eigenlijk een toename van de druk hier in deze controlezone. Deze gaat groter worden dan de druk hier aan de drinkwaterzijde. Gaat de spuiklep hier omhoog duwen, klepje gaat openen en het water dat door terugpersing uit de drinkwaterinstallatie hier terechtkomt, zal weglopen via de trechter. Stel, gesloten toestand, drinkwater, je krijgt een daling hier in het drinkwaternet. Wat gaat er op dat moment gebeuren? Druk valt hier weg, dus ook de druk boven de spuiklep hier zal ook wegvallen. Op dat ogenblik zijn alle twee de terugslagkleppen gesloten. Spuiklep gaat openen, controlekamer stroomt leeg, alle kleppen blijven dicht. En er is geen mogelijkheid niet meer dat er drinkwater vanuit de binnenhuisinstallatie richting het drinkwaternet gaat stromen. Hier nog een keer een voorbeeld van hoe dat effectief een installatie moet geplaatst worden. Op ons YouTube-kanaal kan je ook filmpjes terugvinden hoe dat je kan controleren of dat een terugslagklep nog effectief werkt naar behoren, of de twee terugslagkleppen effectief nog afdichten, en of ook de spuiklep nog goed functioneert, of eventueel moet gereinigd of vervangen worden. CA-terugstroombeveiliger. Dan zien we dat die geschikt is voor de vloeistofklasses 1 tot en met 3. Ook hier weer zie je het symbooltje. Eerst het monteren van een afsluitkraan, dan een aflaatkraantje, een filter en de CA-terugstroombeveiliger zelf. Niet controleerbare terugstroombeveiliging. Hier zie je een overzicht van het Calefi-gamma in CA-terugstroombeveiligers. Merk weer terug opnieuw op Belgaqua gekeurd, Kiwa gekeurd. Werking hiervan.
als volgt. Normale werking. Ik tap hier benedenstrooms aan mijn drinkwaterinstallatie. Ben ik aan het aftappen. Water komt van het drinkwaternet, passeert hier de filter die hier gemonteerd zit, duwt de eerste terugslagklep open, komt dan hier in een controlekamertje. De druk in het controlekamertje is een beetje lager dan de druk hier in het drinkwaternet omwille van de drukval over de terugslagklep. Dan komt hij een tweede terugslagklepje tegen, die hij ook weer terug opnieuw openduwt, om dan uiteindelijk hier naar de tappunten te stromen. Merk ook op dat de drinkwaterdruk ervoor zorgt, omwille van dit balgje hier, dat het eerste gedeelte tegen het vaste gedeelte van de druk op tweede vaste gedeelte van de CA-terugstroombeveiliger geduwd wordt. Op het moment dat er geen waterafname is, identiek hetzelfde verhaal als bij de BA, waterdruk gaat hier stijgen, keerklep gaat, tweede keerklep gaat dichtgaan, waterdruk hier zit gevangen en is een beetje lager dan waterdruk hier in de drinkwaterinstallatie. Eerste keerklep gaat ook sluiten en het balgje zorgt er nog altijd voor dat het losse gedeelte tegen het vaste gedeelte van de CA-terugstroombeveiliger geduwd wordt. Op het ogenblik dat je een drukdaling krijgt hier in het drinkwaternet, wat gaat er op dat ogenblik gebeuren? Waterdruk valt hier weg. Keerklep blijft wel gesloten, maar ook hier, dit balkje, gaat niet meer dat losse gedeelte tegen het vaste gedeelte van de CA-terugstroombeveiliger duwen en het water dat zich in de tussenkamer bevindt, zal via de trechter wegstromen. Stel dat ik een terugstroom of een drukstijging krijg hier aan mijn gebruikerszijde, aan de bovenstroom of de benedenstroomse zijde, dan gaat er in normale omstandigheden niets gebeuren, tenzij natuurlijk de klep hier gaat, de tweede klep gaat lekken, want dan gaat natuurlijk de druk hier in de tussenkamer gaat die stijgen, gaat het losse gedeelte weggeduwd worden van het vaste gedeelte en gaat het water in de tussenkamer gaat hier ontsnappen en gaat wegvloeien. Ook hier weer een overzicht van hoe een dergelijke installatie moet geplaatst worden. En ook al noemt dit een niet controleerbare terugstroombeveiliger, toch heb je daar de mogelijkheid om de werking van dit toestel te controleren. Hoe je dit moet doen, kan je ook weer terugvinden op ons YouTube-kanaal, het Kaleffi YouTube-kanaal, waar je demofilmpjes kan terugvinden over hoe dit te doen. Gaan we verder in ons beveiligingsrooster, zien we daar de DA-beluchter, met een voorbeeldje erbij. De DB-beluchter, je ziet ook voor welke vloeistofklassen dat zij geschikt zijn, ook weer met een voorbeeldje erbij. De DC-beluchter, iedereen kent de voorbeeldjes, hier een voorbeeldje daarvan. En dan een van de meest gebruikte beveiligingen in drinkwaterinstallatie, de EA-terugslagklep. Iedereen kent daar de voorbeelden van. Ik heb er trouwens hier ook eentje bij. Dit is daar een voorbeeld van. Nu, als je dit, het symbool daarvan, is als volgt. Dus ook hier plaats je weer voor een afsluitkraantje. Op het eerste nippeltje hier van uw keerklep, daar heb je de mogelijkheid om dat water af te laten. De tweede is dan de mogelijkheid om de goede werking van, van de klep te controleren. Hoe dat je dit moet doen, kan je ook weer terugvinden op het Kaleffi YouTube-kanaal.
Een overzicht van de producten die dat, wij bij Kaleffi daarvoor in het gamma hebben. U ziet niet alleen de rechte uitvoeringen tot en met 2 duim, maar ook haakse uitvoeringen in 3/4 en in duim. Allemaal Belga qua gekeurd ook. Waar vind je dit soort van terugslagklepjes eigenlijk terug? Hier zijn een aantal toepassingen daarvan aangegeven. Nog eventjes kort hoe dat je dit doet. Weer al aangegeven daarnet. Kijk eventjes op ons YouTube-kanaal en zie hoe dat je de werking van een EA-terugslagklep, hoe dat je dat kan controleren. De werking daarvan is vrij eenvoudig. Je hebt het waterladingnet aan een bepaalde druk. Als er een vraag is hier aan de verbruikerszijde, zal de druk hier groter zijn, duwt het keerklepje open en stroomt verder. Op het moment dat hier de kranen terug gesloten worden, zal de druk even groot worden aan deze kant als aan die kant en slaat het klepje weer mooi terug af. Let ook op de specifieke vorm van onze terugslagklepjes. Niet recht, maar eerder konisch om minder of om beter de druk te kunnen weerstaan op het ogenblik dat hij dicht is en ook om de levensduur van de terugslagklep om die te verhogen. De meest gekende toepassing eigenlijk van dit van soort terugslagkleppen hier in onze aansluiting, de huishoudelijke aansluiting, een afslaatkraan, de waterteller, hier de mogelijkheid van een aflaatkraantje, opnieuw een stopkraan, de terugslagklep EA, een dubbeldienstkraan en terug opnieuw een stopkraan. Elke huishoudelijke installatie heeft een dergelijke aanslating. Gaan we nog eventjes verder naar in ons beveiligingsrooster, de EB. Een terugslagklepje, maar niet controleerbaar deze keer. U ziet daar ook een fotootje daarvan. Waar kom je dat tegen? Heel veel aan lavabo-kraantjes, daar waar je zit met een warmwateraansluiting. De doorstroombeluchter, typisch om geplaatst te worden op batenkraantjes, als een soort van beveiliging. Ook iets wat we eventjes willen aanhalen, warmtewisselaars. Zolang dat je met... je mag enkelwandige warmtewisselaars gebruiken, zolang dat je met vloeistofklasses tot en met klasse categorie 3 in aanraking komt. Met andere woorden, goedgekeurde additieven mogen gebruikt worden in dit of mogen gebruikt worden in combinatie met dit soort van warmtewisselaar, de enkelwandige. Vanaf het ogenblik dat men zit met vloeistofklasses tot en met de klasse categorie 5, dus daar waar je met regenwater zit, daar waar je met zwembadwater zit, dan ben je verplicht om gebruik gaan te maken van dubbelwandige warmtewisselaars. Met andere woorden, tussen het water en het drinkwater dient zich een luchtruimte te bevinden, zodanig dat er nooit dadelijk rechtstreeks contact tussen het vrij agressieve regenwater, zwembadwater of vervuild cv-water is en het drinkwater van het openbaar drinkwaternet. Hou er ook rekening mee dat in drinkwaterinstallaties het niet toegelaten is om dit soort van terugstroom of dit soort van keerkleppen te gebruiken. Iedereen kent ze, de klepelklepjes of de terugslagkleppen die dat gebruikt worden voor het aansluiten van pompen in cv-installaties. Dit hoort niet thuis in drinkwaterinstallaties. Eventueel mag je die dan gaan gebruiken in tweede circuitwaterinstallaties, zoals dat dan genoemd wordt. Zeg maar het regenwatercircuit, zeg maar het cv-circuit. Maar nooit in de drinkwaterinstallatie. Gaan we eventjes snel overlopen wat je nog verder terug kan vinden in dat repertorium van Belgaqua. Hier zie je gelijk een formulier zoals er zoveel staan voor elke toepassing, voor elke huishoudelijke toepassing vind je daar wel een schema voor.
waarin dat je een beschrijving kan vinden van het soort installatie zoals je die kan aansluiten. Hier nu gewoon voor het aansluiten van een bad, een lavabo, gootsteen en dergelijke. Je ziet hier de kraan staan, je ziet de warmwateraansluiting, de koudwateraansluiting. Met het zeshoekje zie je dan met de nummertjes 1 en 2 aangegeven daar waar je een beveiliging moet gaan voorzien. Je ziet ook daar waar dat hier de mogelijkheid is voor 1, heb je de mogelijkheid om te werken met vloeistofklasse 5. Hier kan natuurlijk vuil water dat al een keer gebruikt is, wat dat je bijvoorbeeld in geval van een bad, waar dat je dus in hebt gezeten, waar je je in gewassen hebt en noem maar op. Dus daar kunnen allerlei bacteriën en virussen in zitten. 2, dat is daar waar je zit met je warm water, koud water overgang. Dus dat is maar vloeistofklasse 2. En dan zie je hier ook aangegeven wat soort van beveiliging dat je moet voorzien. Dus voor 1 moet dit zijn echt moet de mogelijkheid zijn van een open uitstroom. Er mag geen, dus de uitloop van de kraan mag niet in geen enkel geval in contact kunnen komen met het water hier in de lavabo of het bad of de bidet. Voor de aansluiting hier van het koud water, daar is het voldoende om een EB-terugslagklepje te plaatsen. Nog een ander soort van toepassing die je kan terugvinden in het repertorium, het aansluiten van een dubbele dienstkraan. Daar vind je hier ook, het zijn 2 mogelijkheden, ofwel hier met een slangaansluiting. Daar kan je krijgen tot en met vloeistofklasse 5. Ook hier heb je de mogelijkheid om move-dienen te beveiligen tot en met vloeistofklasse 5. Wat wordt er aanbevolen door Belgaqua als mogelijke beveiliging? EA, hier. Ofwel dat je hier gaat werken met beluchters type DA, HA en HD. En zo kan je dus voor een heel deel van toepassingen hier binnen... Binnen het repertorium kan je dus terugvinden van hoe dat dergelijke toestellen moeten beveiligd worden. Als je na deze webinar ook een keer de volledige syllabus van de opleiding downloadt, dan zal je zien dat er nog een aantal, of dat er nog meer toepassingen of meer van dergelijke werkbladen in terug te vinden zijn. En dat je dus ook kan zien van welke beveiliging dat je daar moet gebruiken in dat soort van situaties. Maar goed, genoeg verteld over EN1717, repertorium en de vertaling van Belgaqua in het repertorium. We gaan nu verder met de BBT, een stapje verder. BBT, die dat slaagt op de norm EN806, en waarin dat je in dan het hoofdstukje 3 kan terugvinden welke beschikbare risicobeperkende technieken dat er zijn om uw installatie Legionella veilig te kunnen gaan maken. Nu, in het hoofdstukje 3, daar heb je 53 verschillende aandachtspuntjes. Die aandachtspuntjes die slagen zich op de waterkwaliteit, het ontwerp van de installatie, die slagen op hoe dat je installatie moet plaatsen, en dan ook op onderhoud en gebruik van de installatie. En dan helemaal als laatste van die 53 puntjes zegt het ook iets over alternatieve desinfectiemethodes. We hebben voor jullie eventjes al die 53 puntjes hier aangehaald en met een kruisje dus ook aangegeven of dat ze nu slagen op matig risico of op hoog risico gebouwen. Matig risico, hoog risico. Hoog risico voor de mensen daar waar dat verzwakte personen zitten. Denken we maar aan ziekenhuizen, rusthuizen en kinderdagverblijven. Matig risicogebouwen, dat de openbaar toegankelijke installaties waar dagelijks meer dan 15 personen een douche kunnen nemen, bijvoorbeeld. Genre, sportclubs, hotels, zwembaden en dergelijke meer.
Goed, we gaan starten met die 53 puntjes te overlopen. En puntje 1 slaagde erop dat alle binnenin een sanitaire installaties, alle tappunten die dat gebruikt kunnen worden voor menselijke toepassing, denken we maar lavabokranen, denken we maar aan bad, douche, keukenkraan, daar is altijd de mogelijkheid dat mensen daarmee in contact komen met het water dat daar afgetapt wordt. Ook met de mogelijkheid om daar om dat in te ademen of, bij manier van spreken, om daar van te drinken. Al dat soort van water, dat moet drinkwater zijn, die dat aan de drinkwaternormering van het Vlaams besluit, van het Vlaams decreet, dat eraan voldoet. Met andere woorden, het kraantje in uw huis, het dubbeldienstkraantje, dat aangesloten of dat later aangebruikt wordt voor uw wasmachine, ook dat, daar dient enkel en alleen maar drinkwater uit te komen. Daar mag je in principe geen regenwater uit laten komen. Waar mag je wel regenwater voor gebruiken? Alle andere toepassingen. Denken we daar aan wc's? Denken we daar aan kraantjes buiten het gebouw? Dubbele dienstkraantjes die zich buiten het gebouw bevinden. Daar mag je regenwater gaan gebruiken. Alle andere tappunten binnen die nieuwe installaties, daar dien je drinkwater te gebruiken. Binnen het gebouw, dus daar waar dat, net al eventjes aangehaald, water dat bestemd is voor menselijke consumptie, dient drinkwaterkwaliteit te zijn. Puntje nummer 4. Na uw teller plaats je altijd een mechanische filter. Mechanische filter, ze zijn bij jullie meer dan genoeg... Ze zijn bij jullie meer dan genoeg gekend. Dit soort van eifilters, waarbij dat je hier de mogelijkheid hebt om de filter eruit te halen en om te reinigen. Het is daar straks ook al eventjes aangehaald toen we dieper zijn ingegaan op de BA en de CA terugstroombeveiliger. Hier aan de ingang voor die twee toestelletjes steeds een dergelijke filter plaatsen. Vanaf het ogenblik dat je drinkwater een hardheid heeft van meer dan 32 Franse graden, ben je verplicht om waterontharding gaan te plaatsen. Ook iets wat nogal een keer over het hoofd gezien wordt. In de BBT staat ook beschreven dat je de EN1717 dient te volgen. EN1717 vertaalt door Belgaqua naar het repertorium en naar de industriële werkbladen. We hebben ze daar straks al eventjes toegelicht. Hier zie je bijvoorbeeld een andere toepassing, dit voor brandblusinstallaties en hoe dat je die moet gaan koppelen met sanitair installaties. Puntje nummer 7 van de BBT. Drinkwaterinstallaties en installaties voor ander water, zeg maar regenwater, die moeten volledig van elkaar gescheiden zijn. Dit soort van verbindingen, wanverbindingen genoemd, dus twee kraantjes die men al dan niet slaat of opent, dit soort van installaties is niet toegelaten volgens de BWT. Hoe kan je dan bijvoorbeeld wel een regenwaterpomp gaan koppelen met het drinkwaternet? Dit dien je te doen via een AA-breektank of een AB-breektank. Stagnering van water moet ten allen tijde vermeden worden. Stagnering van water wil dus zeggen stilstaand water. Hoe kan je dat gaan doen? Hier zie je bijvoorbeeld een Venturi-systeem uitgebracht door het merk Kemper, dat ervoor zorgt dat op het ogenblik dat er water stroomt hier in de hoofdlading, dat er ook altijd 10% van het water eventjes hier door het deelcircuitje zal stromen, om ervoor te zorgen dat het water hier in het deelcircuit, dat niet stilstaat.
Hier ook bij onze Anti-Legionella kraan, de Legio Mix. Daar heb je een contactje in de regelaar zitten, die dat ervoor op bepaalde momenten, die dat je zelf vrij kan programmeren, die ervoor zal zorgen dat er bepaalde spoelkleppen gaan opengaan. Spoelkleppen die op het einde van een installatie, op het einde van een lading worden gezet. En die er dan voor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd er een vrije uitstroom zal zijn van water. En dat het water in de totale lading ververst zal worden. Nog een maatregel die dat je kan nemen om stagnering te vermijden. Vermijd dode ladingen. Iedereen kent de soort van installaties. Daar waar dat je zit van, wow, we zullen hier gaat later ooit wel eens een keer een douche komen. En na 20, 25 jaar staat er nog steeds geen douche. Vermijd dat soort van aansluitingen. Zij zorgen enkel en alleen maar voor stagnering en een mogelijke bron van Legionella. Uitbraak. Nog een maatregel om stagnering te vermijden. Minder frequent gebruikte aftappunten, plaats die stroom opwaarts. Dat wil dus zeggen, plaats die zo dicht mogelijk bij uw drinkwateraansluiting. Daar waar dat je aanslaat op het waternet. En plaats die niet helemaal van achter op uw installatie. Rekening houdend dan ook met het genre toepassingen zoals dat we daarnet hebben aangehaald. Zal je ervoor zorgen dat er toch altijd constant een stroming is door uw installatie. Voorzie afsluitkranen voor niet gebruikte tappunten. Een heel eenvoudige oplossing daarvoor is, gebruik collectoren waarbij dat je aftapkraantjes hebt op uw collector zelf, zodanig dat als er hier ergens een lading is die dan niet gebruikt wordt, slaat je hier al dadelijk aan de collector af en krijg je in de lading naar de douche, naar dat lavabootje, krijg je daar geen water in en kan je er ook geen stagnering in krijgen. Buffervaten, bufferreservoirs, beperk ze in gebruik, maak ze niet groter dan dat noodzakelijk is. Want hoe meer water dat daarin zit dat niet gebruikt wordt, hoe groter de kans op stagnering, op stilstaand water en hoe groter het risico op een uitbreiding of een uitbraak van Legionella. In hoogrisicogebouwen, daar waar je zit met een brandbestrijdingsinstallatie, zorg ervoor dat die brandbestrijdingsinstallatie dat die geen contact maakt met uw sanitair installatie. Als dat niet anders kan, dan maak je een scheiding tussen de twee met een BA, terugstroombeveiliger. Matig risicogebouwen, identiek dezelfde maatregelen. Koudwatertemperatuur, ook dit is binnen Legionella-preventie een heel, heel belangrijk puntje. Zorg ervoor dat je koudwatertemperatuur, dat die altijd, of de temperatuur van je koud water, dat die altijd beneden de 25 graden wordt gehouden. Beneden de 25 graden heb je geen vermenigvuldiging van de Legionella-bacterie. Hoe kan je dat doen? Hou uw koudwaterladingen volledig gescheiden van uw warmwaterladingen. We kennen allemaal dit soort van toepassingen. Hier zie je zelfs dat het koud water bovenop de ladingen van de cv-installatie worden geplaatst. Als ik op een werf kom, elke keer weer zie ik dit soort van installaties. Vermijd dit gewoon, houd die systemen uit elkaar. Werk desnoods voor uw koud water, gaat daar naar boven via een vals plafond en leg uw verwarmingsladingen en uw warmwaterladingen leg die in of op de vloerplaat. Zorg voor dat soort van maatregelen. Als je absoluut niet de twee van elkaar kan scheiden, zorg er dan voor dat de koudwaterladingen en de warmwaterladingen voldoende dik geïsoleerd zijn. Als je ze dan toch
bovenop elkaar legt, dan leg je altijd de koudwaterladingen onderaan. Omdat warmte gaat stijgen. En je krijgt dan, door de koudwaterladingen onderaan te leggen, krijg je de minst grote stijging in temperatuur. En zorg er ook voor dat uw waterbehandelingstoestellen, waar je toch altijd een groot volume hebt aan aan drinkwater dat daar opgeslagen wordt, zorg ook ervoor dat proefreservoirs, dat die niet in verwarmde lokalen wordt geplaatst. Warmwaterpreventie of warmwatertemperaturen in hoogrisicogebouwen. Hier zie je bijvoorbeeld een van de schema's die je kan terugvinden bij ons op de website. Je moet ervoor zorgen dat uw productie, hier uw boiler in dit geval, dat die steeds op een temperatuur is van 60 graden. Minstens 60 graden. Dat je altijd die systemen in hoogrisicogebouwen, moet je er ook voor zorgen dat dit steeds per 1 keer per 24 maximum of gedurende een uur op 60 graden wordt gebracht. Als je bijvoorbeeld zit met zonneboilerinstallaties. Verder moet je ervoor zorgen dat je vertrektemperatuur hier op aan je boiler en ook hier, dat die altijd meer dan 60 graden is. Dat de retourlading van je installatie steeds 55 graden of meer is. En daar waar dat je dit niet meer garandeert, dat je dan nog maximum 5 meter water of 5 meter waterlading of 3 liter water inhoud van je lading, dat de maximum hoeveelheid water nog is dat er kan stromen. En je moet ervoor kunnen zorgen dat er op elk tappunt, dat je daar temperaturen tot 70 graden kan bereiken om, zoals we later zullen zien, een volledige thermische desinfectie te kunnen doen. Dus hier zie je dat nog eens iets groter. Vat op 60 graden, minstens gedurende 1 uur per dag. Vertrekken met 60 graden. Retour, minstens 55 graden. Matig risicogebouwen, identiek dezelfde temperatuurseisen. Alleen dient u er daar maar voor te zorgen dat uw volume, uw opslagvolume, uw boiler, dat die maar 1 uur per week op 60 graden dient gebracht te worden. Maar ook hier weer geldt de eis vertrektemperatuur 60, retourtemperatuur van uw circulatielading minstens 55 en op alle tappunten tot 70 graden Celsius. Sanitair ladingen mogen niet geplaatst worden in afvalschachten, in afvalwaterkanalen, in rioolbazen en dergelijke. Zij dienen apart netjes voorzien te worden. Ook daar weer geldt de eis, stop dat niet mee in dezelfde schacht waar uw verwarming in zit, omdat je daar ook weer een opwarming krijgt van je koud water en dat je dan niet meer kan garanderen of dat je qua temperatuur beneden de 25 graden kan blijven. Legiomix. Het toestel is daar straks al eventjes aangehaald. Legiomix bestaat uit een mengkraan, een voeler en een regelaar. Dit toestel is bruikbaar in dat soort van installaties waar dat je zit met een centrale boiler die dan zal zorgen voor de warmwaterproductie in het hele gebouw. Nu, wat kan je allemaal met dit toestel gaan doen? Rekening houden dat je moet gaan programmeren op een vertrektemperatuur of moet vertrekken met 60 graden, retour moet komen met 55 graden en dat je stagnatie en dergelijke moet gaan beperken. Dit toestel kan via de regelaar kan je gaan werken, kan je gaan regelen op je vertrektemperatuur of op je retourtemperatuur.
Je temperatuur die dat je, waarmee dat je wil gaan vertrekken, die kan je vrij programmeren. Dient hier dus voor de BBT, dient geprogrammeerd te worden op 60 graden. Uw desinfectietemperatuur en ook uw retourtemperatuur, die kan je vrij gaan programmeren. Hier in het geval om te voldoen aan de BBT, 60 en 55 graden. Je hebt ook de mogelijkheid om thermischaal te desinfecteren tot 80 graden. Dit op het ogenblik dat er effectief een uitbraak van de Legionella-bacterie is vastgesteld en je een thermische desinfectie op 70 graden moet gaan toepassen, een van de volgende puntjes binnen de BBT. Je kan vrij gaan programmeren wanneer je gaat desinfecteren. Je kan het uur gaan programmeren, hier tussen 2 en 3. Je kan de dag vrij gaan programmeren voor hoogrisicogebouwen. Elke dag van de week, voor laag risico of matig risicogebouwen, kan je hier één van de dagen gaan programmeren. Je hebt ook de mogelijkheid om met deze regelaar spoelkleppen, die zowel op de warm- als op de koudwaterleiding gemonteerd zijn, om die daarmee gaan aan te sturen en een bepaalde tijd open of dicht te gaan laten stromen. Dit gebeurt altijd na de desinfectie. Reden hiervan, stagnatie, een van de vorige puntjes die hebben we aangehaald in de BBT. Bovendien heb je de mogelijkheid, of zit hierin geprogrammeerd, een logboek van 40 dagen. 40 dagen dat hij gaat registreren per uur wat de gemiddelde vertrektemperatuur was, de gemiddelde retourtemperatuur was, of hij een desinfectie heeft gedaan, ja dan nee, welk programma hij heeft gebruikt voor de desinfectie, en of er eventueel ook een alarm is geweest die dag. En er zijn 7 verschillende alarmen die dat mogelijk zijn om met de regelaar gesignaleerd te worden. Dan praten we over een mislukte desinfectie, een vertrek- of een retourvoeler die dat defect is, of noem maar op. Als we eventjes teruggaan naar onze installatie van daarstraks, dan zouden we eventueel ook deze Legiomux niet meer elektronisch kunnen gaan aansturen, maar zouden we dat manueel kunnen gaan doen. En hebben wij nu nieuw op de markt gebracht, dit soort van toestellen, waarbij dat de mengkraan en alle mogelijke terugslagkleppen, dat die al dadelijk voorgemonteerd zijn en dat zij dus niet meer dan 4 of 6 aanslatingen hier moeten gemaakt worden en dat niet alle onderdeeltjes apart dienen gemonteerd te worden. Dit is een nieuwigheid die dat terug zal te vinden zijn in onze catalog van 2015. Andere mogelijkheid is om dit soort van mengventielen te gaan toepassen, niet alleen meer waarbij je terug manueel gaat werken, maar waarbij dat je ook de mogelijkheid hebt om een thermische desinfectie gaan uit te voeren. Bovendien is er op onze website ook nog hier onder dit adres kan je op een eenvoudige manier gaan selecteren welk soort mengventiel dat je nodig hebt, zowel de elektronische als de manuele. U dient dan op dit ogenblik gewoon het aantal tappunten in te geven en met de EN806 gaat hij berekenen wat gelijktijdigheidsfactoren er zijn, wat de debieten zullen zijn en geeft hij dus u de juiste berekening en de juiste diameter van het toestel dat u dient te installeren. Puntje 26 van de BBT. Je dient ervoor te zorgen dat in je circulatielading altijd een minimum watersnelheid van 0,2 tot 0,5 meter per seconde dient gehandhaafd te worden, zonder dat hij eigenlijk ook weer, zonder dat die snelheid groter mag worden dan 1 meter per seconde. Hier vind je dus ook op onze website terug waarvoor dat voor verschillende materialen
hier koperbaas, daar voor multilayerbaas, vind je terug wat voor de verschillende diameters is bij de verschillende debieten, wat uw watersnelheid zal zijn in dat soort van ladingen. Circulatiesystemen moeten geïsoleerd worden conform dit hoofdstukje in de BBT. En dan zie je bijvoorbeeld dat door hier een berekening die we zelf gemaakt hebben, een vertreklading 35, retourlading 28, met een isolatiedikte van 25 mm isolatie, dan heb je dit als warmteverlies. Zou je nu diezelfde lading met dezelfde gegevens gaan isoleren met maar 10 mm isolatie, dan heb je bijna het dubbel aan warmteverlies. Dubbel aan warmteverlies wil niet alleen betekenen dat je meer zal moeten gaan betalen voor je energierekening, maar dit betekent ook dat het moeilijker zal zijn om je systeem 60 retour of vertrek 55 retour om dit te handhaven. Vandaar dat er in de BBT in dit hoofdstuk beschreven staat hoeveel of hoe dik de isolatie moet zijn per ladingdiameter. Puntje 28. Op de verschillende verdeel- en alle verschillende subplussen binnenin uw installatie dien je niet alleen een inregelventiel te plaatsen, maar je dient ook per subplus te registreren met een thermometer wat de temperatuur is in uw subplus. En die temperatuur dient ook ten alle tijde boven de 55 graden te blijven. Eventjes terug aanhalen. Hier zie je inderdaad een aantal toepassingen van strengregelventielen die dat daar gebruikt kunnen worden in dit soort van installaties. Hier zie je een speciaal type, een type de serie 116 van Caleffi. Ik heb hier eventjes een voorbeeldje erbij. Dit is een thermostatisch inregelventiel dat je kan instellen via... Eventjes demonteren. Hier kan je dus op instellen welk je gewenste temperatuur is. Bij voorkeur 55 graden. Op het ogenblik dat het water dat binnenkomt in de kraan minder is dan 55 graden, dan zal het kraanwerk vrij groot openstaan, zal er een vrij groot debiet doorstromen. Des te dichter de watertemperatuur hier bij de 55 graden gaat komen, des te meer de kraan gaat smoren en des te kleiner het debiet wordt dat hier doorgelaten wordt. Dit allemaal om ervoor te zorgen dat uw installatie goed ingeregeld is en dat je in elke subplus om een temperatuur van minstens 55 graden kan garanderen. Puntje 29 van de BBT. Realiseer zo eenvoudig mogelijke schema's. Ik denk dat dat iets is wat voor zich spreekt. Hou het zo eenvoudig mogelijk. Niet moeilijker maken dan echt noodzakelijk is. Puntje 29. Die temperatuursvoorwaarden, die kan je ook gebruik maken door gebruik te maken van dit systeempje van Geberit, waarbij dat uw retour, of uw retourlading hier door aan de binnenkant van uw vertreklading, waar dat je retourlading aan de buitenzijde van je vertreklading stroomt, zodanig dat die eigenlijk minder afkoelt op het ogenblik dat zij terug naar de boiler stroomt. Indien je die temperatuureisen niet kan halen, je hebt een hele lange circulatielading, je hebt wel voldoende dik geïsoleerd, maar je geraakt toch nog niet aan die retourtemperatuur van 55 graden, of een gedeelte van de lading die loopt door een heel slecht verwarmde hal, dan kan je altijd gebruik maken van dit soort van verwarmingslint, die dat je dan mee aanbrengt in je isolatie, om toch maar die 55 graden te realiseren. Temperatuursmetingen.
Je moet er ten allen tijde voor zorgen dat binnen uw installatie de druk niet hoger wordt dan 10 bar. Binnen uw koudwaterinstallatie moet dus ook die, uw koudwaterladingen, die moeten gedurende 50 jaar bij een temperatuur van 20 graden kunnen voldoen aan die 10 bar. Voor warmwaterladingen is die temperatuurseis niet 20 graden, maar is die 70 graden. Dat wil dus zeggen dat je ten allen tijde ervoor moet zorgen dat je druk lager blijft in je koudwaterinstallaties. Dit kan je bijvoorbeeld doen door drukverminderaars gaan toe te passen in je installatie. Hoe werkt zo'n drukverminderaar? Terug opnieuw, hier. Drinkwatersysteem, daar mijn verbruikers, mijn tappunten. Op het ogenblik dat er een vraag is, zal de druk hier aan deze kant gaan zakken. Water stroomt hier door, gaat tegen de druk in van de veer het membraampje omhoog duwen. Dit was niet juist. Hoe werkt dit systeem? Hier terug opnieuw de tappunten. Hier de drinkwaterinstallatie. Op het ogenblik dat het water hier geopend of de tappunten geopend worden, dan zal de druk aan het water via deze weg stromen. De waterdruk aan deze kant is minder dan de insteldruk van de veer. En de veer zal de zuiger openduwen en het water kan in deze richting slaten. Water, of de tappunten worden hier gesloten. Waterdruk gaat stijgen. De druk aan deze kant van de balk zal groter worden dan de druk van de veer. De zuiger wordt naar boven geduwd. Drukverminderaar zal afslaten. Je dient dan natuurlijk ook te kijken van wat is mijn debiet per liter per minuut of in kubieke meter per uur. Wat is het debiet dat door de lading zal stromen, door de drukverminderaar zal stromen. En op basis daarvan rekening houden met je maximum watersnelheid van om en bij de 1 meter per seconde, kan je dan kiezen welk de diameter is van de drukverminderaar die dat je moet nemen. En via dezelfde grafiek kan je dus ook bepalen van wat mijn drukval is over mijn drukverminderaar. Hou er ook altijd rekening mee dat als er op een je hebt een bepaalde waterdruk die je aangeleverd wordt van de drukwatermaatschappij, des te groter de drukval over je toestellen, des te minder er uiteindelijk zal beschikbaar zijn aan je tappunten. Hou ook daar eventjes rekening mee dat je niet al te grote drukverliezen gaat creëren in de verschillende toestellen. Hier ook weer een overzicht van alle verschillende drukverminderaars die in het Caleffi-gamma verkrijgbaar zijn. Hou er ook rekening mee dat de meeste drukverminderaars gebruikt kunnen worden tot maximum 40 graden Celsius. Dan praten we bijvoorbeeld over dit soort van terugstroombeveiligers. Soms gebeurt het ook dat je zeker in grotere gebouwen, dat je ook nog een drukverhoging hebt op je warmwatercircuit, dan dien je natuurlijk drukverminderaars te gebruiken die dat geschikt zijn tot maximum temperaturen van 80 graden. Weet ook, hier heb je dan bijvoorbeeld een voorbeeldje van, weet ook dat bij Caleffi, specifiek voor die warmwatertoepassingen, dat ook daar een volledig gamma voor beschikbaar is. Druk beperken in uw installatie tot minder dan 10 bar, dan heb je natuurlijk ook veiligheidskleppen nodig, dan heb je ook veiligheidsgroepen nodig, die dat je gaat plaatsen aan je warmwaterproductietoestellen. Warmwater heeft altijd een hogere druk dan koud water, dus je moet op een gegeven moment voorkomen dat die drukken te hoog worden. Dat doe je bijvoorbeeld met hier in dit geval een veiligheidsklep,
dit is het gamma dat Kalefi daarin ter beschikking heeft. Of, nieuw ook in het gamma, een veiligheidsgroepje. Hier een halfduimse versie met een draaibaar... met een draaibare veiligheidsklep, zodanig dat die in alle mogelijke toepassingen, in alle mogelijke posities kan gebruikt worden. Ook dit toestelletje is weer nieuw in het Kalefi-gamma en heeft zowel de Belgaqua als het Kiwa-keurmerk. Soms een onderkend probleem, maar hier komt het weer eventjes naar boven. Waterslagdempers kunnen ervoor zorgen dat, of zullen er ook mede voor zorgen dat de druk in uw installatie, dat die beneden de 10 bar blijft. Hier zie je een fenomeen, het fenomeen waterslag, de rode curve. Je ziet dat je daar pieken tot en met 35, 40, 50 bar kan realiseren. Met de waterslagdemper zie je dat dat een heel eind lager is. En zie je ook dat de restdruk in je installatie lager blijft. Kalefi heeft daarvoor in het gamma dit soort van toestellen, werkende niet met een rubberen dichting, maar met een veertje dat een bepaalde zager tegenhoudt. Een zager met een dubbele dichting. Op het ogenblik dat de waterslag in de installatie komt, zal de zager door de waterslag omhoog geduwd worden en zal de slag gedempt worden door de inoxe veer die daarboven zit en de volledige waterslag gaat dempen, zoals de naam zegt. Verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen met een halfduimse aanslating, zoals het toestel dat u hier ziet, of met een aanslating, een moer en buitendraad. Beschikbaar 3/8 om te monteren op de shellkraantjes of 3/4 om te monteren op de dubbeldingskranen. Verder met de BBT, gebruik in uw drinkwaterinstallaties enkel en alleen materialen die goedgekeurd zijn door de BUTG of die voldoen aan de Europese normen. Ik denk dat dat logisch is. Gebruik toestellen CE conform, gebruik toestellen BUTG conform. Op uw warmwateropslagtanks, zeg maar boiler, dien je een ontluchting te plaatsen. Ook bij Kalefi hebben we dit in het gamma, dat zijn dit soort van grote luchtpotten, bij Kalefi beschikbaar onder de naam Maxcal. Op uw hoogste punten ook ontluchting aanbrengen. Weer diezelfde ontluchtingspotten. Zorg ervoor dat uw leidingen zodanig gedimensioneerd zijn dat zij niet te groot zijn en dat zij dus de tappunten, de verschillende types van tappunten, goed kunnen bevoorraden. Je moet uw circulatieleiding ook dusdanig dimensioneren dat je nooit met je retourtemperatuur, nooit onder de 55 graden daalt. En je dient ervoor te zorgen dat ook in al die surplussen die 55 graden gerespecteerd blijft. Je dient er ook voor te zorgen dat je warmwaterproductietoestellen, dat die juist gedimensioneerd zijn, niet te groot, dat ze wel kunnen voldoen aan de piekbelasting die dat je kan verwachten. Ook dat kan je weer berekenen via de EN806. Maar nooit overgedimensioneerd zijn. Als je toe kan komen met een boiler van 500 liter, ga je er dan geen van 1000 liter installeren. Terug opnieuw, hier. Het is niet toegelaten om sanitaire ladingen te plaatsen in rookkanalen, sowieso om onder de temperaturen te kunnen respecteren, zeker voor de koudwaterlading. Niet in ventilatiekanalen, niet in liftkokers, afvalschachten, afwaterkanalen. Voorzie daar een aparte schacht voor. Naar installatie naartoe. Voorzie voldoende afslaatkranen. Die afslaatkranen die moeten gemakkelijk bereikbaar zijn. Die moet je gemakkelijk kunnen bereiken op het moment dat je je installatie volledig wilt aflaten.
alle water eruit wil laten. Zorg er ook voor dat uw leidingen steeds een beetje onder een hoek, dus nooit heel volledig horizontaal, maar altijd met een soort van afschot worden geplaatst, zodanig dat je heel uw installatie kan leeglaten op het moment dat het nodig is. Op het laagste punt monteer je een afslaatkraantje weer terug opnieuw. Warm water tanks, die moeten dus uw boiler, die moet een aflaatopening hebben, zodanig dat je al het water uit je boiler kan laten. En ook een voldoende groot inspectieluik, zodanig dat je hem helemaal kan reinigen. Dat je alle kalk en viezigheid uit kan halen op het moment dat dit noodzakelijk is. En om waterverlies te vermijden, wordt ook altijd aangeraden om in combinatie met een veiligheidsklep, dus met dit soort van klepjes waar we het daar straks over gehad hadden, om in combinatie met dat soort van klepjes ook altijd een sanitair expansievat te plaatsen. Gewoon maar om waterverspilling te voorkomen. Nog een aantal puntjes, en we zitten ondertussen al aan 46. Nog een aantal puntjes naar de waterkwaliteit. Zorg ervoor dat uw leidingen die u gaat gebruiken voor uw drinkwaterinstallatie, dat die niet vervuild kunnen worden. Niet tijdens transport, dus als je die met de camionet aan het transporteren bent, zorg ervoor dat die zowel aan de voorkant als aan de achterkant dat die afgedicht zijn, dat daar geen vliegjes in kunnen komen tijdens het transport. Ook voor stockage, leg die nooit zomaar een maand op voorhand al ergens open en bloot op de werf ter beschikking. En let er ook op hoe dat je die gaat verwerken op de werf. Hier een mooi voorbeeld. De zand, dat hoeft er absoluut niet in te zitten in die drinkwaterinstallatie. Dan laten we er nog maar van uitgaan dat het zand is, niet dat het cement of iets dergelijks is. Zorg ervoor, werk daar op een deftige, georganiseerde manier. Zorg ervoor dat die ladingen proper blijven, zodanig dat er al geen smurrie in de installatie zit voordat je er drinkwater in gaat transporteren. Voordat je een installatie in gebruik gaat nemen, en je gaat natuurlijk eerst de druktesten doen, maar voordat je effectief je installatie in gebruik gaat nemen, nog 2 uur aan een stuk aan elk aftappunt spoelen met drinkwater. Hoogrisicogebouwen dien je nog een desinfectie te doen met natriumhypochloriet. Als je nog verzinkt stalen ladingen gebruikt, las die nooit. Gebruik daar schroefkoppelingen en gebruik daar flensaansluitingen. Maar nooit lassen. Dan nog een aantal puntjes. Je dient op regelmatige basis onderhoud en inspectie te doen. Hoe dat je dit dient te doen, dien je neer te of wanneer dat je dit dient te doen, dien je neer te schrijven in je beheersplan. Doe op regelmatige basis ook staalnames om te zien wat de kwaliteit van je drinkwater is. Als je hebt vastgesteld dat er een contaminatie is, ga dan op zoek van waar in mijn installatie kan deze verontreiniging, waar kan die zich voorgedaan hebben, waar bevindt die zich. Als je weet, als je die contaminatie hebt vastgesteld, het eerste wat je moet gaan doen, is je installatie thermisch gaan desinfecteren met water van 70 graden Celsius en dit gedurende 4 minuten. 70 graden Celsius dient uit elk tappunt op dat moment uit te stromen. Dit wil dus zeggen, vandaar de regel ook daar straks, toen we het hadden over 70 of de 60-55 in matig en hoog risicogebouwen, vandaar dat we toen ook hebben gezegd, kijk, je moet 70 graden tot op elk tappunt aanwezig kunnen krijgen. En als laatste punt, als je een contaminatie hebt, en je krijgt het niet, de verontreiniging niet uit de installatie door middel van thermische desinfectie, dan pas als laatste redmiddel kan je overgaan naar een chemische desinfectie met chloor of dergelijke andere chemische producten. En dit enkel en alleen op je koudwaterinstallatie. Maar weet goed
dat dit pas dient te gebeuren op het ogenblik dat uw installatie in gebruik genomen is, dat je al een Legionella-besmetting hebt vastgesteld en dat je het door middel van thermische desinfectie niet uit je installatie krijgt, dan pas is chemische desinfectie toegelaten. Een kort overzicht van de EN1717, hoe dat deze vertaald is naar de Belgische wetgeving. Een korte voorstelling ook van de EN806 en hoe dat die vertaald is in België naar de BBT. BBT die dan op zich er weer voor zorgt dat je, als je al die 53 puntjes op een correcte manier uitvoert in je drinkwaterinstallatie, dat je ook een legionella veilige installatie zal hebben. Heel veel informatie dat je nog kan terugvinden bij ons op het YouTube-kanaal en op onze website. En indien er dan op dit ogenblik nog vragen zijn, dan vind je hier de mijn contactgegevens. Kan je mij nog altijd contacteren of je kan ook altijd de vragen nog stellen op het adres dat hieronder aangegeven is. En dan zullen de vragen die dat je hebt ook op een vrij snelle manier beantwoord worden. Ik dank jullie voor jullie aandacht en ik zou zeggen tot de volgende keer. Dag.